We waren om 7:30 begonnen. Even met de ploeg aan het praten van wat iedereen gedaan had. Een beetje ontspannen sfeertje was het. Was ik eigenlijk wat later op dan normaal gesproken. En ik zat op het moment net aan een bakje koffie boven in de kantine. Ik was net bij de Matrix, te hoogte van de Matrix. En toen ging de pieper af. Ja, toen ging gelijk de telefoon en die is eigenlijk niet meer gestopt. Storytelling. Het gebruiken van de kracht van verhalen is het uitgangsprincipe voor het maken van deze leerfilm. De film gaat over het verhaal van 6 brandweermensen die betrokken zijn geweest bij de bestrijding van de zeer grote brand aan de Groesbeekseweg in Nijmegen op 1 januari 2014. Het zijn authentieke verhalen, waarvoor binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid veel respect bestaat. De verhalers van het verhaal stellen zich immers kwetsbaar op, maar vertellen vanuit hun overtuiging dat de kwaliteit van het brandweeroptreden verbeterd wordt door het delen van ervaringen. Ze dagen de kijker uit om zich tijdens de film constant af te vragen: wat zou ik doen als ik morgen voor eenzelfde type incident of situatie kom te staan? Het was op dat moment natuurlijk gelijk gigantisch druk, want het was een redelijk centraal punt in Nijmegen. Dus je krijgt gelijk van ver uit de omgeving al meldingen dat er rookontwikkeling is. Goedemorgen, Nijmegen Centrum 2131. Ja, het schijnt een oude school te zijn. We weten het niet zeker, maar we hebben wel gehoord dat er studenten wonen. Dus uit voorzorg hebben we in ieder geval de ambu mee laten rijden en de politie. Want we weten eigenlijk niet zeker of de mensen binnen zijn, maar ze zien allemaal dikke zwarte rookwolken. Naarmate we meer meldingen kregen, kregen we wel steeds meer de indruk van nou, als daar werkelijk wat aan de hand is en het gaat lopen, zeg maar, die brand op zich, of het gaat zich ontwikkelen, dan hebben we wel echt een probleem, ja. Ja, we zien hem vanaf hier koolkeek, maar vanaf hier grote brand. Ja, mijn collega zal het opschalen naar grote brand. We draaiden linksaf de Heindaalse weg op. Ik kreeg na de bericht van de AC dat er meerdere meldingen waren van rook uit het pand. Op het moment dat ik door de voorruit eigenlijk richting het pand keek, zag ik wel behoorlijke rookontwikkeling boven het pand uit. Daarop heb ik meteen een grote brand gemaakt. Dus toen ze bij mij meteen gaan denken van oké, wat heb ik nodig direct? Wat zijn mijn plan plus scenario's en wat wordt mijn inzet? Dan gaat er wel heel veel spelen in een korte tijd. Nou, melding brandgebouw. Zo snel mogelijk het voertuig in. En in ieder geval uitluisteren wat er via de mobielefoon gezegd wordt. En bij ons is het zo dat de eerste bevelvoerder zeg maar, de communicatie doet en de tweede bevelvoerder mee uitluistert. Nou, het werd al snel duidelijk dat het serieus was. En toen had ik zo'n idee van laat ik mezelf maar vast eens een beetje aangekleden. En eigenlijk het moment dat ik dat dacht, ging op mijn pager. Want er werd opgeschaald naar grote brand. En dan wordt een PC-log verwacht. En die rol had ik die dag, dus ik moest naar Nijmegen toe. We krijgen de laatste informatie van het servicecentrum dat er zeker 100 mensen binnen kunnen zijn. Dus dan heb je zelf ook heel even zoiets van 100, oké. Ja, ik bedoel, je maakt niet veel incidenten mee waar je gewoon met 100 eventuele slachtoffers te doen hebt. Maar het was al vrij snel duidelijk ook dat ze al wel bezig waren om het pand te verlaten. Maar goed, we zaten nog wel met het probleem. Hoeveel mensen hebben dan rook ingeademd? Oud pand, veel mensen erin. Vermoedelijk hoge vuurbelasting. En het tijdstip waar het op, zet wel alles op scherp. En ook bij de mensen in de auto. Ik kende het pand nog niet in beeldvorming. Dus ik wist niet of het groot was of hoe dan ook. Ja, toen hadden we 30 tot 40 mensen mogelijk naar binnen. Ja, dan denk je, shit. Dus zal het er niet zo'n dag zijn van... Rap, hè, man. Veel mensen op straat, chaos, paniek. Goed, uitgestapt. Kwam er eigenlijk een persoon op mij af die aangaf waar wij naar binnen konden. Daar zijn we naar binnen gegaan. We hebben de toegang die voor ons het beste uitkwam, hebben we geforceerd om daar de eerste straal door naar binnen te halen. Ja, die persoon die gaf eigenlijk meteen al aan dat wij... Dat er een slachtoffer zou zijn op de zolder. En daar heb ik eigenlijk meteen op ingezet. OVD geeft bericht.
Heb één. Toen ik ter plaatse kwam, stapte ik uit en gaf de 110. En de meldkamer aan, er is een feestje geweest. Er zijn zeker nog 100 mensen binnen. En de eerste eenheid die bevestigde ook dat er zeker nog iemand binnen was op de locatie waar brand was, heb ik opgeschaald naar grip 1. 110, 120, wat wij maar hebben. Meekregen dat er een mens binnen in het land zit. Jongens, bord op dus. Even kijken. Zeg maar even bij de eerste tank al gespuit. Dan zie je in die rook staan in ieder geval. Vandaar langs af. Oké, iets door. Oké, zit er een nok voor het radvoertuig? Oké, stop hier maar af. Ja, mensen die gaan in de automatische piloot voor wat betreft het omhangen, spulletjes in orde maken, elkaar controleren, zorg dat je lamp bij hebt. Nou, ik heb een hoop communicatie om te hangen. Mijn helmcamera heb ik geactiveerd. En vanaf dat moment, tijdens het aanrijden, ja, wacht ik op informatie. De 100 was ook al in de lucht. En die hebben wat gesproken over afzettingen en dat soort zaken. Totdat het bericht van de 110 doorkwam. Mijn collega van, er zitten echt mensen binnen. Toen is er gelijk ook grip 1 gemaakt, opgeschaald. En dat merk je wel in het voertuig en ook aan mezelf. Oké, dit is dus serieus. Dus dan gaat het zo enorm snel dat je voor jezelf ook zoiets hebt van laten we nu geen steken vallen in het verhaal. En wat gaat er gebeuren? Wat is de komende half uur wat we allemaal nog moeten regelen, moeten doen? En ja, gezien de aard van de bebouwing, zeg maar, en de omgevingsfactoren, was dat voor ons wel echt even een heel spannend punt, ja. Nou, wat mij bezig hield was met name omdat je stedelijk gebied ingaat van oké, waar haal je dadelijk je water vandaan. Een stad als Nijmegen heeft niet op elke hoek een groot water liggen waar je met een watertransportsysteem uit de weg kunt. Dus dat was mijn grootste zorg. Gelukkig waren er collega's in de omgeving die meedachten met mij. Dus ik kreeg onderweg een telefoontje van een collega die ook plaatselijk bekend is in Nijmegen. En die tipte me van, joh, op die en die locatie, dichtbij de brand in de buurt, daar vind je waterwinning en naar zijn inzien ook voldoende. Je krijgt een bericht van, oké, slachtoffer op zolder. Ik heb duidelijk aan die persoon gevraagd, hoe zeker weet je dat? Nou, hij zegt van 99% zeker dat daar nog iemand op zolder zit. Nou, op dat moment ga je dan alles op de redding zetten. Dus dat betekent dat je inzet toch wel enigszins anders wordt. Ja, daar ik zit ook allemaal nog mensen. Ik ken op leken. Let op dat daar ook allemaal rook uitkomt. Ja, daar zitten nog mensen gewoon in. Oké. Pak jij links? Hoe scheiden we? Dit is het trappenhuis. Ik denk het wel. 110 rechts, 120 links. Ja, kan ik hier ook door naar binnen? Ja. Oké. Ja, ik ga mee. Ik maak zeer grote brand. Ja, doe maar. Verkenningsfase, nog meer mensen in het pand. Nog meer mensen die inderdaad naar ons toe kwamen van schiet op, schiet op. Mensen die ons gingen helpen met die slang naar boven trekken. Nou goed, dan besef je ook wel van oké, die mensen die zien ook de noodzaak in dat we heel snel naar boven gaan. We kwamen op de eerste verdieping, weinig rook. Die persoon die wees de trap aan, de man die mij eerder had aangesproken, wees de trap aan waar wij naar de zolder moesten. Dus ik heb daar mijn ploegen naar de zolder gestuurd. Die gaven eigenlijk een shot richting de deur. En die kwam zo gigantisch hard terug, de storm, dat ze al meteen zoiets hadden van, nou, dat gaat er me nu even niet worden. Het was gewoon te warm om daar verder te gaan. Je weet dat er nog mensen binnen zitten, dat is verteld aan ons. Maar je wil ook, repressief gezien, qua blussing, wil je niet al te grote risico's lopen. Je doet, elke brandweerman zal een stapje extra zetten als je weet dat er mensen in het pand zitten nog. Ik ben nog een keer naar die man gegaan, van weet je 100% zeker? Ja, niet 100%, maar 99% zeker. Oké, slachtoffer. Op dat moment kwam de 120 tegen. Hebben de vakindeling gemaakt.
En dan hebben we op dat moment eerst besloten om, om de eerste verdieping daaronder te controleren. Omdat we toch niet naar boven konden. Hebben we eerst dat vak helemaal afgetikt. Ik heb net een ding afgesproken dat jij rechts pak, ik links. Want links komt hij ook al. Oké. Oh ja, jongeman. Ik ben op de tweede verdieping. Ja, heb ik gezien. Snel kijken, want daar is nou 100% of 99% zeker dat er iemand binnen zit. Oké. Zetten we alles op. Rechts weet je, links weet je niet. Nee. Oké, pakken wij, kun je dat alleen af? Ja, ik ga mijn vierwal, ga ik daar maar naar boven. Oké. Twee man mee. Bos, als jij deze verdieping pakken. Ik heb hem met de 100 studenten of met de 100 aangesproken dat ik rechts. Wacht even. Ik pak die kant, jij pak die kant. Ja, is goed. Hoe zit het met de zolder? Ja, daar zijn we aan het kijken. Oké. Jongens, maskeren. De vaalvoerder komt erbij en die maakt zijn plan. En ja, centrum, postcentrum gaat links naar de trap toe. En wij gaan rechts de eerste bouwlaag ontruimen. En zoeken of er nog meer trappen zijn naar de zolder. Ja, kijk of we hier nog naar boven kunnen. Oké, wat is dit hier? Wat is hier rood van, hè? Nou, we zijn bezig. En we komen een deur tegen en trekken die deur open. Bam, helemaal zwart erop. Stil, geen zicht. Nou, we zien elkaar niet in staan. We hadden een lampje aan ons overal hangen. En aan het lichtje kon ik zien dat Zweden er was, maar voor de rest niks. Nou, maar verder zoeken, rechterwand aanhouden. En een hoop spulletjes waar je bijna over struikelt, dus je gaat maar wat voorzichtiger. Ik kom een bed tegen en zou dit het zijn dan, een bed? Nou, erop ga op voelen. Ja, ze maken helemaal die bedden niet zo geweldig op, dus ja, elke hoop die je tegenkomt denk je van, niet dus. Verder. De manschappen van de 120 gaan verder met het verkennen van de eerste verdieping, waarbij veel mensen uit het pand worden gehaald. Kort daarna treffen de bevelvoerders 110 en 120 elkaar bij de trap naar de zolder, waar het mogelijke slachtoffer zich bevindt. We hebben deze kant helemaal gehad. Ik heb die kant bijna gehad. Oké. We moeten naar boven. We zitten de enige trap boven. Wie? Ja, volgens mij wel. En hier komen we niet verder. Wat? Nee, die kiemen we niet. Oké, dan trekken we terug. En moeten weten, ik ga er van de 100 overleggen, dat hij erachter moet komen of er nog mensen op zolder kunnen zitten. Ja, daar zitten we. Zeker. 99% zeker. Ik heb net die gozer weer gesproken. Dat er mensen op zolder zitten. Ja. De bevelvoerder 120 gaat in overleg met de OVD om de verkenningsgegevens en de voorgestelde inzettactiek te bespreken. Er wordt besloten om overdrukventilatoren in te zetten om rookgassen en hitte af te voeren. Deze methode wordt toegepast om zo veilig mogelijk te kunnen werken en de overlevingskansen van een mogelijk slachtoffer te vergroten. Er wordt een uiterste poging ingezet om door te stoten naar de zolder op zoek naar het mogelijke slachtoffer. Helemaal in de fik! Als je in het kwadrantenmodel gaat, dan zit je nu zeg maar aan een
Kijk, de offensieve binnenaanval die ging niet, omdat het daar gewoon te warm werd. Dus gingen we op dat moment even voor een defensieve binnenaanval, om te zorgen dat die niet doorsloeg naar beneden toe. Staat van rechts naar links in de groen, ja. Houd de spanning tot de stad hier in de schoorsteen. Als we loskomt, dan staan die vlekken onder zo de lul. Ja, okay. Ik ga er niet meer naar binnen toe. Maar ik realiseerde me toen wel, als hier iemand binnen zit en dit is de informatie die ik nu terugkrijg, dan kan het wel eens een heel slecht scenario gaan worden voor diegene die nog binnen is. Ja, wel in de achterhoofd van, we hebben niet alles gehad in die ruimte. Dus het is wel een beetje van, nou ja, het houdt hier wel op, maar ja, niet alles gehad. Toch een beetje lastig. Ja, en dat is een moment voor mij persoonlijk dat ik dacht van, shit. Je traint ervoor, je werkt ervoor, je leeft ervoor. Voor dit soort momenten dat je het verschil kan maken. En door de grote vuurlast die erin zat, konden we niet verder. De keuze van de bevelvoerders 110, 120 en OVD om van een offensieve binnenaanval over te schakelen naar een defensieve binnenaanval bleek een juiste keuze te zijn. De kapconstructie bezwijkt kort nadat dit besluit genomen is. Om de 30 kwam te plaatsen. Op basis van wat ik zag, heb ik hem de opdracht gegeven: ram elke deur eruit. Ik wil dat je de hele linkervleugel gaat verkennen en zorg dat iedereen eruit komt. Ik wil geen mensen meer in het pand hebben. Ik heb hem ook de ernst van de situatie meegegeven. Mogelijk nog mensen binnen. Mogelijk één slachtoffer en de enorme warmte die we op zolder hadden om daartoe te komen. Dat hij in ieder geval ook het juiste beeld had van waar leven we, in welke wereld en welk scenario ben je terechtgekomen. Dat heb ik ook geprobeerd om mee te geven. Neem je mee naar buiten, deze kant op. Jeroen, hun helpen, naar binnen. Ja, ze hebben schrik, hè? We hebben die dag ongeveer 1,5 kilometer aan slanglengte uitgelegd, waarbij 3 vulpunten gecreëerd zijn. Maar goed, je kruist in een stedelijk gebied heel veel wegen en andere kruisingen. En mensen willen toch weg of er naartoe en moeten dus die slang kruisen. Dat vergt ook nogal wat inzet van mij uit en vanuit de jongens van de WTS om die slang veilig gebruikt te kunnen houden. Samen met de 120 hebben we besloten om een stoplijn te gaan creëren. Ik heb er visueel eentje aangegeven van ik wil hem ongeveer daar hebben. Samen met de 120 gekeken van ja, wat is de meest handige weg om daarheen te gaan. We hebben de opdracht gegeven, ga op de bovenste verdieping een stoplijn creëren. Je krijgt daarbij ondersteuning van een tweede hoogwerker. En hij is dat toen verder gaan uitvoeren. Ik heb me inhoudelijk niet bemoeid bij de wijze waarop de stoplijn gecreëerd zou worden. Ik heb dat helemaal aan hem toevertrouwd. Op dat moment had ik daar wel een goed gevoel bij, van hij gaat dat wel regelen. We hadden al wel vrij snel inzicht, ook op basis van een andere verkenning op een ander punt, dat de rook over de hele zolderverdieping zich verspreidde. Toen heb ik kort overleg gehad buiten, van oké, wat is de tactiek die we gaan bepalen? We gaan kijken van de andere kant terug de zolder op. Om daar te kijken waar dat we de stoplijn kunnen houden, tot hoever we kunnen komen en daar alles leeg te ruimen. En dan gaan we een stoplijn zoeken en doen we in eerste instantie zonder straal dat we sneller zullen zijn. Met de bevelvoerder die gaan mee. Nou, we hebben een trap gevonden, naar boven toe. We komen boven de 130. Post Noord komen we tegen. Die waren al met de kamers de deur aan het forceren om te kijken of dat mensen nog binnen zouden zijn. En wij zijn richting Vuurhout gegaan en daar kwam weer een deur tegen die vol in de rook staat. Dus snel in die deuropening met de warmtebeeldcamera een de S-scan gemaakt om te kijken hoe ziet het hier eruit. Zitten we nou wel daadwerkelijk in de nok van het dak? Konden geen vuurverschijnselen nog waarnemen. Even je achterscan maken. Inderdaad, rust er aan. Pak de tijd. De hoogwerkers staan aan het begin van de groeibeksweg. Dus toen hebben we besloten om die deur weer te sluiten. Een ventilator helemaal naar boven toe te brengen. Om vanuit die kant met overdruk die rook te verdrijven. Via de kant waar die uitslaand was. Oké, dan maar.
Dan op de dak. Hier een ventilator hebben. Hier dat is het enige wat we kunnen doen. Hier een ventilator plaatsen. Ja. Yes? Hij is stroom. Het is stroom voor de enige keer. Kom je met stroom? Komt ze met stroom naar boven? Ja. Want hij remt helemaal voor die deur. Nou, toen zijn we met een ploeg op verkenning gegaan in die ruimte. Ramen geopend en toen hadden we vrij snel, werd het zicht een stuk beter. En kwamen we uiteindelijk uit bij een deur en een grote muur die helemaal tot de nok toe doorliep. Nou, dat zou wel eens een mooie brandscheiding kunnen zijn, een mooie stoplijn. Ik zorg voor jullie veiligheid. Die deur, kom op. Dan doen we maar even dicht. Deze. Hoppakee, door. 120, 100 open. 120, 100 terug. Ja, 120, goed aan het voeren. En dan ook nodig om de verkeer van de achterbak in te houden. Ja, 100, we zijn doorgedrongen tot de zee boven, helemaal boven. Net als de rubber, hè? Hier de hemel. We zijn nu op de scheiding hebben we kunnen vinden. Waar we hem proberen te houden. Lage druk afleggen. Prima, lage druk afleggen. Maar ja, dan moet je weer die trappen af. En dan moet het verdeelde stuk en de hele aanvalskorven naar boven gesleept worden. Ja, de nummers 3 en 4 die rennen er eigenlijk ook de baas. Want er moet stroom bij komen voor de ventilator. Hebben ze gerend, de ademlucht omhoog slepen. Alles moet klaargemaakt worden. We hebben water afgepakt van Noord. Ja, en op het moment dat we willen om hem tegen te houden, zie je de vlammetongen al doorheen komen. Want die deur die was al helemaal weggebrand ondertussen, die we dicht hadden gemaakt. Dus je ziet de vlammetongen komen. We hadden nog geen water, maar het was elk moment water. Dus ik roep water, water. En er zat een hoop praktiek in. En gelukkig hadden we het mooi op tijd klaar en konden het water erop gooien. Ik heb de verdieping daaronder, diezelfde stoplijn heb ik opgezocht. Daar heb ik een ploeg neergezet, zodat als die door zou slaan naar de eerste verdieping, dat die niet onder de 120 door zou kunnen slaan, dat die achter die stoplijn weer naar boven zou kunnen komen. Toen hadden we ook beeld van oké, dan is die vuurhaard recht door geweest waar wij verkend hebben. En die andere twee ruimtes wat we hebben laten liggen. Dus dat gaf wel weer een beetje een goed gevoel van nou, dan hebben we waarschijnlijk toch wel een heel eind alles gehad op dat stuk. Ja, en als je dan merkt dat die tegen die brandweerende scheiding aanbrandt gewoon nog. En dat je hem daar kan houden, ja, dat geeft een goed gevoel. De eenheden 110 en 120 gaan verder met het behouden van de stoplijn. Niet veel later blijkt dat een inpandige 10 kVA-transformator, die in het gedeelte van het pand staat dat niet bij de brand betrokken is, toch een mogelijk risico vormt voor de veiligheid van de mensen binnen. Omdat er bluswater op de transformator dreigt te komen, is het risico voor een waterstofgasexplosie groot. Daarom besluit Liander in overleg met de OVD de transformator uit te schakelen. De voorbereidende werkzaamheden voor het uitschakelen van de transformator duren naar verwachting van Liander ongeveer 1 tot 1,5 uur. Tot die tijd moet iedereen het pand verlaten. Daarbij ontstaat een nieuw dilemma. Blijft de stoplijn wel intact? Er wordt in overleg tussen de bevelvoerders en OVD, op grond van het brandverloop op dat moment, besloten de stoplijn vanaf de buitenkant met behulp van hoogwerkers aan de voor- en achterkant te bewaken. Nadat Liander de transformator heeft uitgeschakeld en de eenheden terug kunnen naar hun inzetvak, blijkt deze tactiek succesvol. De stoplijn is nog intact
en men kan verder met het controleren en nablussen. Dit is wel een brand waar alles in zat. 99% zeker een vermiste. Mensen die gered moeten worden. Mensen die in paniek op straat staan. Een branduitbreiding. Het creëren van een stoplijn. En het ook echt nodig hebben van een combinatie van een binneninzet en een buiteninzet. Aanval. Om het voor elkaar te krijgen. Volgens mij hebben we hier met elkaar hard moeten werken om de prioriteiten ook echt te kunnen oplossen. Meest tevreden ben ik over eigenlijk het schakelpunt wat we hebben gemaakt. Op het moment dat ik op de zolder was geweest, had besloten dat er voor ons veilig niet meer te werken was. Dat we daar dus klaar waren. Overleg met de 120. Dat hij een andere toegang heeft gezocht. En dat we op die manier zeg maar, echt een stoplijn in onze aanval hebben gedaan. Oké, hier houdt het op. We gaan vanaf hier gaan we gewoon op een andere manier verder. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om de dingen te doen die hij moest doen. En als ik kijk naar mezelf, waar ik het meest tevreden over ben, is toch wel de rol die ik daar heb kunnen vervullen als PC-log. In samenwerking met de hele commando-staf en ook naar de manschappen toe wat gevraagd was, hebben we geprobeerd te regelen. En ik denk dat gewoon in grote lijnen goed gelukt is. Wat wij zelf heel goed gedaan hebben, denk ik, is toch het vooruitdenken, alle instanties informeren. Daarnaast de samenwerking met de collega's in de meldkamer van politie, ambulancedienst. Dat was wel echt een punt waar ik heel tevreden over ben. De communicatie tussen 110, 120, 130 en de 100. Die samenwerking, dat we constant van elkaar wisten waar we zaten, wat we deden en dat we beelden deelden. Dat merk je, dat is zo belangrijk en dan loopt een inzet, loopt wel. Ja, gewoon echt een dag waar je zegt van, prachtig teamwork, mooie dag. De startinformatie, dat met 99% zekerheid een slachtoffer op de zolderetage aanwezig zou zijn, in combinatie met het groot aantal aanwezige personen in het historische pand, heeft deze brand tot een zeer bijzonder incident gemaakt. Alle brandweerinzet heeft zich vanaf het eerste moment gericht op de redding van het mogelijke slachtoffer op de zolder, de ontruiming van het pand en het behoud van een cultuurhistorisch en beeldbepalend pand. Na verloop van tijd werd steeds meer duidelijk dat iedereen, al dan niet met behulp van de brandweer, veilig het pand had verlaten.